Opeens was hij er weer, vrienden. Ja, op tv. Jan Mulder. Ja, we hadden hem een hele tijd niet gezien. Nee. En ja, dan kwam hij eventjes de boel een beetje opvrolijken daar. In die doodzaaie studio van Studio Sport. En oh, zag je gelijk op social media allerlei mensen voor en tegen Jan Mulder. En ze kunnen hem niet uitstaan. En heel kamp was ook zo blij dat Jan Mulder weer terug was. En ik hoor bij de aanhangers, vrienden. Ik hoor in het kamp van blij dat ik Jan Mulder weer eens een keer zag. Want ik ben jaloers op hem, want hij heeft, vrienden, een keer een zin uitgesproken tegen mij die ik dolgraag zelf had verzonnen. Ja, hij vertelde mij dat hij voetbalde in een Frans artiestenelftal. En daar speelde ook Alain Delon. En toen zei Jan tegen mij opeens: weet je wat het is, Harry? Weet je al zo op die lijzige toon van hem. Hij zei: weet je wat het is? Ik zei: nou, wat is het, Jan? Alain Delon verveelt zich ook wel eens. Vrienden, dat is een zin van een verblindende schoonheid. Alain Delon verveelt zich ook wel eens. En ik heb daar dus heel veel moed en heel veel troost aan gehad in mijn leven. Elke keer als het leven even niet zo sprankelend was, of het dreigde een beetje saai te worden, dan dacht ik weer aan die zin. En dat moeten jullie ook doen. Alain Delon verveelt zich ook wel eens. Maar goed, Jan Mulder die slalomt zich met poëtische zinnen door het leven. Jan die kan zomaar iets poneren, hè? Pop, mening, en dan zegt hij iets. En dan denken wij allemaal van, nou Jan, gaat dat niet iets te ver? En het direct, hetzelfde moment, dan neemt Jan zijn geponeerde, neemt hij weer vrolijk terug. En zegt dan van, ach ja, ik zeg ook maar wat. En zo laveert hij met een glimlach en een knipoog overal tussendoor. Maar dat maakt Jan juist zo leuk. Ja, als hij begint te praten, hè, Jan Mulder, dan neemt hij je mee in zijn wereld van fictie en non-fictie. En dan krijg je interessante invalshoeken aangereikt. En je hoort geestige opmerkingen. Ja, en daarom bel ik hem af en toe even op. Ja, Jan. En zeg: Jan, ik heb even wat Mulderiaans gebabbel nodig in mijn leven. Ja, want Jan, die kan elk onderwerp bespreken. Hij kan daar een heel origineel licht over laten schijnen. En dat doet hij dan op die prachtige, lijzige toon van hem. Met hele speciale intonatie. Ja, en Jan, die zet dat allemaal een beetje aan, natuurlijk. Jan speelt daar een beetje toneel. Maar ja, dat mag. Van mij mag dat. Want niemand speelt Jan Mulder beter dan Jan zelf. Vrienden, Jan Mulder is een kleinoot. Ja, in het saaie medialandschap. Ja, echt waar. En laten we hem koesteren. Ja, Jan Mulder zou eigenlijk op de werelderfgoedlijst moeten komen van Nederland.